Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 60 hier in Singapore. Heb je die vorige video gemist in Italië? Dan zal ik die eerst even terugkijken of je deze dus gaat zien. Het kan recht moet het ietsje. Klik erop als je die aflevering verschijnt. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Ik hoop elke zaterdag en zondag te kunnen uploaden, maar ik heb het druk met werk en soms werkt mijn capture card niet echt mee. Dus vandaar dat deze video ook meer dan een week verder online komt. Goed, gaan we even kijken wat we kunnen gaan doen aan de updates, want McLaren is dichterbij gekomen. Daar verwacht ik een zware strijd mee. We kunnen vandaag ook trouwens wereldkampioen worden bij de coureurs. Wij moeten dan de race winnen met het snelste race van het punt en Verstappen mag niet in de top 10 eindigen. Wordt een moeilijke opgave, maar goed, je weet maar nooit. Spoelen de tijd mooi eventjes door. Hebben we een rivaal die we moeten kiezen en dat wordt voor mijn gevoel gewoon Lando Norris. Omdat Gasly het niet doet in zijn Alpine. Norris dus gekozen. Rivaal uitgezocht. En dan gaan we weer even de tijd doorspoelen. En dan komt er een Pirelli Hot Lap aan, maar die slaan wij gewoon over. Er komen ook geen updates meer op de auto, want ja, alles is al bijna gemaximaliseerd. Dat is jammer. Want dan is het op naar de kwalificatie en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier, voorlopig op de full-wetsbanden bezig. Volledige regenbanden eronder gezet. En nu maar hopen dat we door kunnen komen naar Q2. Ik ben ook zeer benieuwd waar Verstappen zal gaan eindigen in deze kwalificatie. Daar een momentje onderstuur. Auto glijdt wat naar buiten toe. In die bocht. Heeft ons wat tijd gekost. Dat is niet zo fijn. Daar rijdt Carlos Sainz. Die ons mooi voorbij laat. Einde van deze eerste ronde in Q1 op deze full-wets banden. Flink corrigeren met de auto en dat heeft ervoor geleid dat wij een vierde tijd noteren, P4. Gewoon nog een ronde erachteraan gaan doen. En kijken of deze ronde beter is dan de vorige. In ieder geval wel, zijn 20.000ste sneller. We pakken hier weer ongeveer weer 20.000ste goed. Paars in sector 1, jazeker. Goed gedaan. We hebben daar Kevin Magnussen rijden. En hier maak ik een fout. Beide voorbanden geblokkeerd en weg is deze ronde. Geeft niks, want er is nog genoeg tijd voor een derde run eigenlijk. Dit zijn ook op nieuwe full-wets. Staan op dit moment op een vijfde positie. En kijken of deze ronde wel goed is voor misschien wel weer een P1. Wie zal het zeggen? 30 seconden nog te gaan in de sessie. Klein beetje corrigeren op de exit. Maar kijk maar, zijn al ruim een seconde sneller dan onze vorige beste tijd. Haal daar maar weer een aantal tienden vanaf. Want we remden per ongeluk op een plek wat niet moest. We zijn nu weer 15e sneller met paars in sector 1, groen in sector 2. En hier pakken we weer die volle seconde terug op onze eigen tijd. 1,4 seconden sneller en dat betekent dat we door zijn naar Q2 op een eerste positie. Goed gedaan. Q2 verloopt ook weer nat, maar rijden gelukkig op de intermediates. De regen is wat gaan liggen. Benieuwd ook of het in Q3 ook zal gaan regenen of dat het tegen het einde van Q2 we dan toch nog naar de droogweerbanden kunnen gaan. Dat zou mooi zijn. We hebben daar volgens mij voor ons Charles Leclerc. Weet ik niet zeker of het is weer Carlos Sainz en zijn Ferrari.
einde van deze eerste ronde in Q2. En startfinish nadert en dat betekent de snelste tijd. Verstappen op de tweede tijd. En wij kunnen nog een ronde achteraan gaan plakken, maar gaan hier een beetje wijd. Heeft ons geen track limits opgeleverd. Interessant. Zijn weer 3/10 sneller dan onze vorige beste tijd. En dat is goed gedaan. Met paars in sector 1, groen in sector 2. We hebben daar Pierre Gasly voor ons. Russell doorgeschoven naar de snelste tijd. En wij pakken weer ruim 16e goed op onze eigen tijd. En dat betekent dat dat weer de snelste tijd is. Goed gedaan met een 1.41.117. Betekent einde van Q2 is het droger en droger geworden. Betekent droog weerbanden. Dus kunnen nu volop pushen. En dat betekent dat al gelijk Jack Doohan naar de snelste tijd gaat. Theo Pourchaire pakt hem af. Yuki Tsunoda pakt hem ook allemaal af. Benieuwd waar Verstappen is. Die rijdt gelukkig op de baan. Die moet op de baan zijn, want anders is hij niet door naar Q3. We zijn bezig met een verbetering van ruim 19e. Maar dat is logisch, want de baan is droger. De baan is sneller en we rijden op snellere banden. En de DRS is ingeschakeld. Einde van Q2. Vlag hangt uit. We lopen op P16, maar ga er maar vanuit dat wij weer aan de leiding zijn. Tegen het einde van Q2... 7,3 seconden sneller gegaan. En dat betekent dat dat weer... Nee, dat is niet de koppositie. P2. Dat had ik niet verwacht. Wat ik ook niet had verwacht is dat Verstappen niet door is naar Q3. Max niet door naar het laatste kwalificatiedeel. Betekent dat wij er alleen voor staan. En dat dit wel eens een kans zou gaan zijn... voor misschien wel weer een wereldtitel. Moeten het hoofd koel zien te behouden. Er bent trouwens ook iemand achter ons. Ik heb geen idee wie dat is, maar de DRS is ingeschakeld. Het is trouwens Perez die achter ons reed. Russell voorlopig naar pole position. En wij met groen in sector 1 en 2 moeten hem eraf zien te houden. Piastri naar pole. Maar wij naar P6. Zesde positie voor ons. Een teleurstellende eerste ronde. Betekent dat deze ronde alles of niets is om misschien toch nog een P2 te pakken. Pole position gaat hem denk ik niet worden. Maar je weet het maar nooit. Perez stelt ook teleur. Leclerc stelt ook teleur. Kijken wat we kunnen doen. Zijn al gewoon 1/4 sneller dan onze vorige tijd. Gaan maximaal van de baan profiteren, zolang het mag. Met paars in sector 1 en 2. Dit ziet er heel goed uit. Nog altijd een 8e positie. Bij de Ferraris 9 en 10. ...1,2 seconden sneller. En dat betekent dat we de orde weer herstellen. Jazeker, pakken gewoon pole position in de grote prijs van Singapore. Yuki Tsunoda naar P2, Piastri naar 3. Die McLaren zitten er goed bij. Max dus niet door naar Q3. Start dus vanaf een P12. Bij de Ferrari stellen helaas teleur. Red Bull stelt teleur. Mercedes doet ook goede zaken. En 1 Aston Martin, Jack Doohan zit erbij. Op naar de race en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. It's the Singapore Grand Prix where Sebastian Vettel has the most wins here with 5. Who will be lifting the trophy today here at the Marina Bay Circuit? Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position and Yuki Tsunoda completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Drugovic, Russell, Norris, Perez, Doohan, Leclerc, Sainz, Gasly, Verstappen, Theo Pourchaire,
Liam Lawson, Stroll, De Vries, Richard Vershaw, Bottas, Magnussen, Albon, Hauger, and Logan Sargeant. And now it's time to head down to the track. A warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances. But what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another good race today. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten we dus meenemen in deze grote prijs, zegt de ingenieur. Gaan we ook gewoon doen. Starten dus vanaf pole position. Zachte band, medium band is de strategie. Nemen wat extra brandstof mee, 5 ronden langer. Want je weet het maar nooit. Formation lap gaat dus beginnen. Tsunoda op P2. Piastri op 3. Terug een beetje op 4 en Russell op 5. Max is denk ik op P12. Teleurstellend voor hem. Inhalen is hier nogal lastig. Dus ik verwacht een moeilijke race voor mijn teamgenoot. En misschien ook wel dat het kampioenschap dan vergeven is aan ons. Kijken wat we zometeen kunnen gaan doen met de start. Komt die Tsunoda goed weg? Dat is de vraag. Gaan alvast een beetje naar de linkerkant staan om hem misschien af te knijpen als dat nodig is. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Dat duurt nog wel een tijdje. En dan gaan we gewoon beginnen voor misschien wel deze belangrijke race van het seizoen. Waar het wereldkampioenschap kan worden beslist. En waarin ik dus vanaf pole position mag gaan vertrekken. Tsunoda op 2, Piastri 3. De lampen gaan aan voor de grootprijs van Singapore. Aflevering 60 is onderweg. En Tsunoda is al heel goed weg. Wij knijpen nog gelijk af. Zit aan die binnenkant. Maar moet daar oppassen dat hij die witte lijn niet mag overschrijden. En wij behouden de leiding in de eerste bocht. Goed gedaan, Piastri. Pakt Tsunoda voor P2. Druk op iets 4. Nog eens op P5. En wij rijden dus mooi aan de leiding. Goed gedaan. Prima start. Nu is het dit gewoon volhouden, in je ritme komen en zorgen dat die McLaren ze niet voorbij gaan. Piastri al gelijk op mijn staart voor een aanval, maar kan er niet langs. En wij noteren paars in sector 1. Prima openingsronde. Zitten we in de derde ronde van de race. Als Piastri het daar probeert, maar raakt ons volgens mij. Nee, Tsunoda raakt ons op onze achterkant. Tsunoda zijn voorvleugel is beschadigd geraakt. Moet dus denk ik naar binnen voor een nieuwe neus. Gaat daardoor heel ver terugzakken. Wel een voordeel, hij moet dan dus nog niet naar binnen. Of hij hoeft niet meer naar binnen, want hij rijdt dan op de mediumband. ERS ingeschakeld. En Tsunoda rijdt door. Voorvleugel dus niet zo erg beschadigd als dat het lijkt. Sorry, het was Piastri die ons had geraakt. Piastri naar binnen gedoken voor een nieuwe neus. Tsunoda nog altijd heel. Piastri dus niet. Rijdt dus zometeen helemaal achteraan. Daar is onze eerste waarschuwing van de dag. Tracklimits overschreden. Bocht iets te wijd genomen en dan krijg je dat al gelijk. En laat de groen in sector 1 noteren. Goed gedaan. Persoonlijke verbetering op komst. Drukovic op het podium. Norris 4, Perez 5. Ronde nummer 5. Nog altijd Yuki Tsunoda achter ons. Gat is nu minder dan 3/10 en zit er dicht op. Wij met de overtake gaan in verdedigingmodus. Tsunoda hier aan de buitenkant kan er niet voorbij. Gat naar Verstappen is 8,8 seconden, zegt de ingenieur. En Piastri nog altijd helemaal achteraan. Heeft een heel groot gat te overbruggen naar ons. En met ons bedoel ik de rest van het veld. En nog altijd Tsunoda achter ons rijdend voor P1. Probeert hier naar de binnenkant te kijken en dat lukt hem ook. Kunnen niet insturen,
Dan de bocht een beetje wijd nemen en Piastri pakt de snelste race ronde af. Maar dat is logisch, want hij rijdt op de verste mediums. Ik nog altijd op die zachte band. Hetzelfde geldt voor de rest van het veld, behalve dus Piastri. Wat kan Tsunoda hier op dit smalle stuk? Niet zoveel. En heeft zometeen de DRS ingeschakeld, maar kan er denk ik niet voorbij. Want wij gooien de overtake gelijk aan ter verdediging. En laten ook weer rood in sector 2 noteren. Zevende ronde van de race. Tsunoda probeert het hier aan de binnenkant, buitenkant eigenlijk. Nee. Riet hier een beetje door. Verprutsen daarmee onze exit. Klein beetje corrigeren op de exit. Het is trouwens Drukovic die mij aanvalt. Niet Tsunoda. Felipe Drukovic valt mij aan. En kijkt naar de buitenkant. Maar kan er niet voorbij. Pitwindow gaan we naderen en duiken dus naar de mediumband, zegt de ingenieur. Zit inmiddels in de zesde ronde van de wedstrijd. Moeten ook in besparingsstand van de ERS. Hebben nog maar weinig batterij over. En daar gaan we een beetje te wijd. Dat is die Drukovic. We knijpen hem af richting die muur. En we zijn kansloos. Mercedes is snel. Maar dan durft Drukovic niet laten remmen. En dat betekent dat ik weer de leiding weer terugpak in de negende ronde van de race. Gat naar Drukovic is inmiddels opgelopen tot een seconde. Inmiddels 19e. Dus zitten weer stevig in het zadel in deze grote prijs. Houden de boel op orde. En Piastri is nu pas bij de rest aangesloten. Ronde nummer 11 en ik duik naar binnen voor mijn laatste pitstop gratis naar de mediumband. Betekent dat Piastri zometeen aan de leiding rijdt volgens mij. Tsunoda duikt ook naar binnen. Verstappen gaat ook mee naar binnen duiken. Een dubbele pitstop voor mijn team. Betekent dat Max ver zal gaan terugvallen. En Piastri passeert ons. 2,3. Prima pitstop en komen we terug denk ik. Achter Russell. Daar rijdt Perez. En daar is Russell. En raken hem op het linker voorwiel. Maar geen straf gekregen. Op naar Perez voor P4. Piastri rijdt gewoon 14 seconden voor ons. En met nog 10 ronden te gaan. Betekent dat wij minimaal 2 seconden per ronde harder moeten gaan rijden. Er zit een klem achter Perez voor het podium. Nee, sorry, voor P4. Piastri rijdt nog op het podium, maar dat gaat zometeen P1 worden met de snelste race rondepunt. Het gat wordt wel kleiner. 13,4. Dicht langs die muur gereden. Proberen Perez hier zo snel mogelijk te passeren als het kan. Met de overtake en zo meteen de DRS en dat lange rechte stuk. Met de slipstream moet dat denk ik wel goed gaan komen. Lopen er naartoe. En hier duiken we naar de binnenkant. Perez ziet dat gelukkig op tijd. Raken daar wel de muur. Maar geen voorvleugelschade opgelopen. Gat naar Piastri die inmiddels Stroll is gepasseerd. Is nu 9,7 seconden. 9,7 seconden. En wij pakken zelfs de race ronde af. Gaan in volle stampmodus om bij Piastri aan te sluiten. Dat gat naar Perez is inmiddels 2,1 seconde. Waar rijdt Verstappen? Niet in de punten. Verstappen rijdt achter een treintje aan. Betekent dat wij zometeen, als wij Piastri hebben ingehaald, kampioen worden van dit seizoen. Gat naar Piastri is inmiddels onder de 10 seconden gedoken. 8,8 seconden is het gat.
nog altijd vol aan het pushen voor Piastri te bereiken. En daar in ronde nummer 17 is het inmiddels gelukt. Daar zien wij Oscar Piastri rijden voor P1. En wij hebben de snellere auto, denk ik. De snellere band, jazeker. En zometeen ook de DRS, de slipstream en de overtake. Kijken of Piastri het ons moeilijk maakt in de 18e ronde van de race. Rijden er gewoon naartoe. Gat is minder dan een seconde nu. En de DRS is ingeschakeld in ronde nummer 18 van de race. Kijken wat we dus kunnen gaan doen zometeen bij het tweede DRS gedeelte. En zitten hier dicht op de Australiër. Met de overtake en de DRS en de slipstream rijden we er naartoe. Piastri verdedigt hier die buitenkant. Moeten dus hier een beetje terugkruisen. Oppassen voor Piastri. Maar wij pakken wel de leiding af in de 18e ronde van de race. Met nog 4 rondes te gaan. Rijden we weer terug aan de leiding. Met hetzelfde racerondepunt. Goed gedaan. En nu is het wegrijden van Piastri. En de rest van het veld. Voorlopig doen we dat. 1,2 seconden is nu het gat. Laatste ronde zit er inmiddels op. Piastri is helemaal zoek gereden. 4,1 seconden is het gat nu geworden. Max heeft het niet meer waar kunnen maken. Rijdt ook niet in de punten. Wij met als snelste race op het punt pakken hier weer een wereldtitel erbij. Goed gedaan. En is het op naar de volgende race en aflevering natuurlijk. Yes! Yes! We've done it! That is the world champion right there. Well done! It's certainly been an incredible year for Formula One, and our drivers have pushed themselves this season, making one of the most compelling years of racing in history. There can only be one champion, however, and here they are now, our new Formula One World Drivers' Champion. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? I feel consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de Grote Prijs van Singapore met als resultaatpunt. Goed gedaan. Max helaas niet naar de punten. Betekent dat wij ook de rijderskampioenschap hebben binnengehaald voor... Geen idee voor de hoeveelste keer. Ik denk de derde keer. Weet ik niet zeker. Zullen we het misschien wel straks wel zien. 110 punten verschil. We zijn niet meer te achterhalen door Verstappen. En wij waren dus ook al lang constructeurs kampioen. Want Max heeft wel eens een beetje bijgedragen aan dit seizoen. Kon wel beter. Had dan ook niet echt veel concurrentie van hem. Dan gaan we door naar de rivaliteit breakdown met mezelf en Perez. Sorry, met Norris. Excuses, met mezelf en Norris. 7 voor mij, 3 voor Lando. Team acclaim is ook gewoon goed. Wij zijn dus nu van level 21... Nee, nog steeds level 21. Ik dacht level 22, nog steeds level 21. Max level 21 en team level 26. Door naar de sponsoren. $2,88 miljoen erbij gehaald vanwege de doelen die zijn behaald. En Max en ik hebben geen schade gereden. $125.000 erbij.
In totaal op de bank hebben wij nu $13,26 miljoen. Niet genoeg voor het contract met Verstappen. Dat moet nog worden verlengd aan het einde van het seizoen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Even tussendoor, regulatieverandering, die komt eraan. Maar we hebben alle onderdelen die er gaan veranderen, hebben we veiliggesteld. Dus verwacht maar weer een dominant seizoen voor volgend jaar. Volgend seizoen, hoe je het ook maar wat wil noemen. Wat je dat ook wilt zeggen. Maakt mij niet uit. We gaan gewoon weer lekker dominant doen. Mochten de rest zijn achtergebleven. En ja, de dubbel gepakt kampioen bij de coureurs en bij de constructeurs. En zijn drievoudig kampioen. Goed gedaan. Maar we moeten nog een aantal races rijden. Dus meer kans voor prijzen gelden en dat soort dingen. Waar was ik? Oh ja. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Dus geen enkele reden van mist. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen zijn in de beschrijving. @GianHansGraven op Instagram, Twitter en Facebook. En dan zou ik zeggen, dit was dus Gianan mensen. Dit was dus ook de aflevering. Aflevering nummer 60 zit erop. Op naar aflevering nummer 61. Die volgt denk ik volgende week. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. En ja, dan mis je geen enkele video. En tot de volgende keer.